omdat ik gewoon zie dat de mensen er meer aandacht krijgen en daardoor gelukkiger zijn. Midden in Brabant ligt een plek die je niet snel zal vergeten. Hier worden herinneringen niet alleen gekoesterd, nee, hier worden herinneringen nieuw leven ingeblazen voor mensen die ze het hardst nodig hebben. Mensen die vergeten wie ze zijn, waren of ooit geweest zijn. Mensen met dementie. Deze mensen krijgen hier de kans om hun zorgen te laten van wat ze zijn en gewoon te leven. Want dat willen we nog wel eens vergeten. Dit is Het Zal Mij Een Zorg Zijn. We hebben de afgelopen zomer hier met veel passie en liefde een programma gemaakt. We hebben gelachen, we hebben gehuild en we zijn weer gaan houden van alle oudjes hier. En er is natuurlijk maar één manier om afscheid te nemen. Dat is onze eigen manier en dat is een feestje bouwen. Dus cheers! En wat voor een feestje. De zorgboerderij bestaat 10 jaar, dus dat wordt groots gevierd met een festival voor mensen met dementie. Het festival om meteen weer te vergeten. De uitgelezen kans voor ons om het glas nog eens te heffen met de sterren van de show. Hey, kom, we hebben een nieuwe pet voor jou. Ja, daar komt ie. Ja, dan kan ik die beeld doen. Ja, lekker hoor. Het lijkt nou nergens. Ben ik dat? Ja. Dat was wel gelegen toch zeker. Hé, maar Cor, ik moet zeggen, wij willen jou eigenlijk samen bedanken. Wat wil jij doen? Wij, Thijs en ik, die gast. We willen jou bedanken voor de mooie tijd die je ons hebt gebracht de afgelopen maanden. Ja, dat kost wel een flesje bier, Harry. Oh ja, dat kost een flesje bier, zegt hij. Ja. Niks te tappen. Jawel. Kijk eens, Cor. Kijk. Ja. Alle drie van jou? Ja. Op naar de 100, Cor. Ja. Wij sluiten altijd op één manier iets moois af. En dat is een groepsknuffel. Zullen we even een groepsknuffel doen? Een paar dagen geleden hadden we een bijzondere gast op bezoek bij de zorgboerderij. Namelijk Hugo Borst. Schrijver, theatermaker, maar vooral criticus op het gebied van de ouderenzorg. Hey, Hugo. Thijs. Hoi, Hugo. Ah, top. En nou mijn Cor, hè? Dat is Cor. Nou, Hugo, kom maar heel allemaal. Dag, mijn Cor. Ken je hem, Cor? Ik kom de boel hier eens even inspecteren. Is het goed? Wel? Ik kom even kijken of het leuk is hier. Oh ja, dat is heel leuk. Wat ik me afvraag, heb je hier koffie? Ik heb trek in een bakje koffie. Ja, maar ik heb hier niks te zeggen. Ik denk dat Cor dat wel kan regelen, toch? Na de hele zomer op Grotenhout rond te hebben gelopen, zijn Joep en ik er inmiddels van overtuigd dat de aanpak van Grotenhout, met minder regels en meer aandacht voor de mensen, de juiste is. Maar we zijn natuurlijk benieuwd of Hugo, de grote zorgcriticaster van Nederland, het daarmee eens is. U vraagt, wij serveren, alsjeblieft. Ik dank u beleefd. Zullen we even lekker hierin zitten? Ja. We hebben hier nou een tijdje meegelopen, Thijs en ik. Ook mensen verzorgd en gekeken hoe het er hier allemaal naartoe gaat. En wij waren eigenlijk wel benieuwd, want jij als grote zorgcriticaster van Nederland, hier doen ze het op een andere manier. Ja. En eigenlijk zijn wij gewoon benieuwd wat jij ervan vindt. Dan moet ik natuurlijk wel eventjes kijken wat het verschil is. Hè? Ik ben natuurlijk net binnen. Wat vond je moeilijk? Aan het verzorgen vond ik eigenlijk vrij weinig moeilijk. Die mensen zijn dankbaar als je het op de juiste manier insteekt. En wat maakt hun het uit of daar een verzorgende vrouw aan bed staat of twee jonge Adonissen? Dat maakt hun niks uit. Nou, nog oneerbare voorstellen gehad? Of? Nou, Joep werd vanochtend bijna op zijn mond gekust. Maar liefdevol gepareerd. Toch is er heel veel schroom. Mensen zullen niet heel snel, als ze er geen noodzaak toe zien, een verpleeghuis binnenstappen. Niet voor niks is het aantal vrijwilligers ook vrij beperkt. En dat is wel jammer eigenlijk. Hè? Je zou bijna de mensen willen smeken, joh, probeer het eens. Ja, dat en het zal niet voor iedereen geschikt zijn, want je moet wel een beetje een zorggen hebben, empathisch zijn, noem maar op. Maar ik denk als meer mensen de eerste kennismaking hebben gemaakt, over die drempel zijn. Ja, dan kan je er heel veel leuks uithalen. Dat ze blijven terugkomen. Ja. Dat is eigenlijk de kunst. Hè? Ik zou zeggen, laten we eens een rondje lopen. Is goed, ik ga met je mee. We nemen Hugo mee op sleeptouw om hem rond te leiden over het landgoed.
waar we al gauw op Chris stuiten, die ons lekker maakt voor een potje Jeu de Boel. Een goed plan, al denkt onze grote vriend Ben daar anders over. Kijk eens, dat is hem hoor. Oh, ho, ho, ho. Stoppen! Ja? De baan is niet schoon. Dat wil zeggen dat er ook geen ballen op gespeeld mogen worden. Ah, maar dus stop! Hij ligt in een kuiltje, zie je dat? Hup! Dat is een lekkere bal, kijk, hij tikt hem aan. Kijk eens, kijk eens. Nou, maar dat is een lekkere worp. Goed gespeeld. En daar moet op gedronken worden, hi-ha-ho. Daar moet op gedronken worden, hi-ha-ho. En er is iemand vrolijk hoor. Heb jij ook flink wat geld? Ik heb 2,1 miljard. 2,1 miljard heb ik hier in de zak. Wil je het zien? 2,1 miljard. Oh, hé. Hey. Je hebt ook een grote penis. Vind je? Daar hebben jullie toch niet opgenomen? Nee. Terug op het feest maken wij ons rondje nog even af om met al onze vrienden nog een biertje te doen of een liedje te zingen. De café aan de haven. Mogen wij jou bedanken voor alle muzikale bijdragers, voor de vele pilsjes die we gedronken hebben, ja? En vooral voor de warme vriendschap. Goed zo. Cheers. En die blijft. Krijgen we een dikke knuffel? Al was het nog zo scheel. Ik zie dat Ties net een paar pilsjes heeft gehaald, dus die moeten we even... Hey, directeur! Zijn die tranen van geluk, Ties? Nee. Dan weer zo mooi dan? Ik vond het gelijk mooi. En de paarden? Ik ben ook mooi, Ties ook. Ja, jij bent er al het langste bij van iedereen hier. Ja. Is dat je kleindochter, Ties? Ja. Ja? Ja, maar ze is groot geworden. Is ze nog vrijgezel? Nee. Hé, hey, Matthijs, we hebben vooral van jou geleerd om van het leven te genieten. Ja. En daarom willen we jou nog één ding met jou delen. Ons thanks, amigo. Ja. Doe me denken aan mijn opa, die had ook zo'n mooie buik. Ik kon dat lekker weer knuffelen. Er zit friet in. Los van het feit dat het met iedereen een feestje was, hebben we met één iemand in het bijzonder toch wel heel hard kunnen lachen. Onze altijd vrolijke Willebil. Dus we hebben een speciaal cadeautje voor haar meegenomen. Hey Willebil, wij hebben echt heel veel plezier gehad om met jou te werken deze serie deze zomer. Heel veel lol, je bent volgens mij de vrolijkste mens van heel Brabant en heel Nederland. Dus we hebben een cadeautje voor jou. Ja. We hebben een cadeautje. Ja, laat eens kijken. Ogen dicht. Ja. Hier. Kan je die openmaken? Dat is voor jou. Ja, dan moet je dat openmaken. Dat is een cadeautje. Yes, no! Is dat echt waar? Nieuwe schoenen. Oh, dat is mooi. Zo, dat zijn de mijne. Ja, die zijn voor jou. Ja. We moeten wel passen, toch? Eén hier, één na. Kom, we gaan ze aan. Vind je ze mooi? Ja, duw hem er maar in. Goed zo. Wat vind je ervan? Ja, hier moet ik ook een mennen. Oh, mijn piek. Dan heb je mooie schoenen. Ik vind echt geweldige schoenen. Echt waar? Ja, oh, daar vind ik het fijn. Ja. Iedereen? Ja. Prachtig. Wil je eens kijken hoe ze lopen? Nou, ga eens kijken hoe ze lopen. Kom maar, hopsakee. Vind je ze fijn aan je voeten? Ja. Kun je zo springen zo? Niks fijn. Kan je springen? Nee. Hopsakee. Nou, dat gaat helemaal goed, Wil. Mogen wij een hele dikke vet knuffel voor jou? Doris en Noutje nemen de rondleiding over en laten Hugo zien wat Grotenhout te bieden heeft. Maar vooral ook hoe zij denken dat de zorg in Nederland ingericht zou moeten worden. Maar wel allemaal nog een lekkere vlaaflip. Ben jij dat? Ja. Ik neem aan dat jullie ook wel mensen hebben die bedlegerig zijn. Nee. Hoe kan dat dan? Door dit beleid. Ja, wij houden ze allemaal mobiel. Mobiel. Maar op een gegeven moment wordt iemand toch bedlegerig. Ja, maar dat duurt dan een week en dan is die dood. Want als mensen hier ziek worden, dan blijven ze 1 of 2 dagen in bed en daarna halen ze er weer uit. Want mensen hebben, als ze in bed liggen en ze denken ik ben ziek,
dan voelen ze zich ook ziek. Je moet die mensen blijven prikkelen. Dat is wat ze hier heel goed doen. Ze worden uitgedaagd, zolang het nog kan. Ook denk ik dat je in de reguliere verpleeghuiszorg, en uitzonderingen niet daar gelaten, ja, sneller iemand hebt die incontinent is, sneller iemand hebt die in een rolstoel terechtkomt. Dat had wel een paar maanden later gekund, of misschien wel een jaar later gekund. En wat vinden jullie van die tuttigheid, die regeltjes in de klassieke verpleeghuizen? Ja, dat vind ik een belemmering voor mensen en voor personeel. Ja, er zijn natuurlijk wel nuttige regels, maar... Wat vind je nou echt larikoe? Wat vind je onzin? Het eindeloze rapporteren. Ja. Dat mensen zoveel tijd achter hun computer... Hoe doen jullie dat hier? Wij hebben een heel goed digitaal systeem. En dan moet het personeel, als ze 8 uur aanwezig zijn geweest, ongeveer een kwartier dingetjes opschrijven. Van ons moeten ze opschrijven als er iets aparts is gebeurd. Iets positiefs of iets negatiefs, want de mantelzorger die leest mee. Ja. Dus als er alleen maar staat, ja, Riek is heel de middag verwacht, ja, of die is verwacht, dan willen wij wel dat ze schrijven van wanneer tot wanneer ze verwacht precies was, want misschien is het maar een kwartier geweest. En als ze een heel lekker taartje hebben gegeten of ze hebben heel leuk iets meegedaan, dan staat dat ook in het dossier, ja, en alles vooral wat, als het iets apart is. Alles wat gewoon is, dat hoort er niet in. Ja, dan zetten wij er niet in. Nee. En er zijn ook mensen, ik denk bijvoorbeeld op Riek, dat er weken niet gerapporteerd is. En hebben jullie wel eens uitgerekend wat het verschil is tussen iemand die bij jullie werkt en die de administratie doet, en pakweg die in een regulier verpleeghuis zit en die de administratie doet? Hoeveel uren, hoeveel percentage? Ja, hoe verschilt dat? Ja, ik denk 1 uur per dag. Ja. Op een volledige werkdag. Ja. Nou, ik word hier heel blij van. En dat komt ook wel omdat het er niet steriel uitziet. Alles is anders. Een mooie, georganiseerde rommeligheid. Er wordt vaak hysterisch gedaan over hoe alles precies moet staan. En ja, dat allemaal bij wijze van spreken arbotechnisch klopt. Ja. En ook verschillende stoelen allemaal. Heerlijk vind ik dat. Niet die uniformiteit. Ja, dit is prachtig. Midden op het platteland. Het ruikt hier goed. Er lopen dieren rond. Ja, je ziet hartverwarmende mensen die zorgen voor de bewoners. Ja, hoe oud ben je nu dan? 71. Maar je werkt gewoon door. Ja! En dat vind je leuk. Wat ja, maar goed. Ik vind het gewoon superleuk. Daar word ik blij van. Dat ook degenen die zorg verlenen, hier noemen ze coaches, dat die ook blij zijn. Het feest komt inmiddels steeds meer los. En in Brabant betekent dat maar één ding: Polonaise. Ja, la, 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 la. Harry leeft er alweer, hoor. Harry, je kan weer zonder rolstoel, Harry. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Ik had laatst zat ik in het Eindhovens Dagblad te kijken. Wie is daar op de voorkant? Dat ben ik. Dat ben jij, ja. Hoe heb jij het voor elkaar gekregen om op de voorkant van de krant te staan? Dat weet ik niet. Lisa. Dat ben ik ook. Jij ook? Je bent wereldberoemd, Harry. Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel. Ze hebben jou allemaal gezien. Dat is voor de grootste knuffelbeer van Brabant. Dat is die van ons. Nacht na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. En weer naar boven waar we trouwen lopen. Tot morgen vroeg door de graal. Ja, we mogen jullie bedanken voor de hele fijne tijd. Ja, wij vonden het ook leuk met jullie. Ja? En mogen dan afsluiten met een groepsknuffel op nog 10 of 20, 30 jaar vriendschap voor jullie. Ja. Kom hier. Kom hier. Toos ook erbij. Hoppakee. En dan gaan we pils drinken. Mijn grote vriendin. Hey Nelly, wordt het al een beetje mooi bij mij? Ja, goed. Hey, mooi joh. Leuk hè? Allemaal
heel ouderwets. En is hij op vaste dagen dan open? Ja. Of? Op donderdag wordt hij de hele dag geknipt. Leuk hè? Dus voor de handige mannen, ja, is dit een dagbesteding? Of, ja. Geen ongelukken gehad? Nee. Okay. Als je jullie visie nou zou moeten samenvatten in drie kernregels. 1. Zoveel mogelijk geluks aan het moment aanbieden aan de mensen. Ook al zijn ze het meteen vergeten, het is toch de moeite waard, ja, want het goede gevoel blijft hangen. 2. De omgeving zo gewoon mogelijk maken. Gewoon. Geen aanpassen, min mogelijk aanpassen. 3. Wil je eigen moeder, waar je van houdt, hier laten wonen. Of in een tehuis waar je zelf werkt. Mm-hmm. Dat is een belangrijk iets. Ja, je hebt dan je moeder, maar je vader of je moeder of je partner. Mm-hmm. Wil je daar op deze plek? Ja. Of wil je er zelf wonen? Nou ja, eigenlijk als ik dat dan weer samenvat, dan kom je eigenlijk van dat het hier eraan toe gaat zoals je ooit thuis leefde toen je nog gezond was. Ja, dat is zo. Toen had je ook geen regeltjes van dat je dat doekje, waar misschien bacteriën in zitten, dat je dat op tijd vervangt. Hè? Ja. Die hysterie over hygiëne. Het is hier gewoon, net als thuis. Het is hier gewoon. Ja. Ik denk dat wat altijd overeind blijft, of lang overeind blijft, is je gevoel, je intuïtie. En het is toch zo dat hier een soort serene rust hangt. Ik merk hier nergens stress of er gaat hier nauwelijks iets fout. Dat gebeurt in andere verpleeghuizen veel en veel meer. En daar reageren bewoners op. Die hebben daar een antenne voor. Ook al zitten ze diep in hun Alzheimer. Als er onrust is, dan pikken ze die op en dan worden ze ook onrustig. Ja, ik vind hier de bewoners heel kalm. Het lijkt erop alsof ze een prettiger leven hebben dan in een willekeurig verpleeghuis ergens in Nederland hadden gezeten. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Okay. Leuk dat je er was. Ja, hè? Ik ga de jongens even rapporteren, dat heb ik beloofd. Okay. Vind je het goed? Nou, prima, is goed. Nou. Dag. Doei. Ik geloof in kleinschaligheid. Nou ben ik een idealist, in deze dan. Dus of dat allemaal gaat lukken. Maar goed, als ik de voorhoede mag zijn van betere ouderenzorg, hè, mensen die lijden aan dementie, dan hoop ik dat in de nabije toekomst dat de mensen veel meer gebruik kunnen maken van locaties zoals hier. Omdat ik gewoon zie dat de mensen er meer aandacht krijgen en daardoor gelukkiger zijn. Voilà, ja, je hebt het gezien. Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ja? Wat een scheidboer. Ja, nou, dat was leuk. Helemaal niks. Tot de volgende keer. Nee jongens, hey, serieus. Yep. Ik vind het heel mooi hier. Ja, ik word er echt blij van. Maar er komt ook dat ik een hoop narigheid heb gezien. Hè? Ja. Dus als je dan hier komt, ik ben sowieso wel van het platteland. Ik ben een stadsjongen, maar ik hou van het platteland. Ja, dieren. De mensen vrolijk. Ik sprak wat mensen die hier werken, die ontzettend blij ook zijn. Je wordt er blij van. Hebben jullie toch ook? Ja, nee, zeker. Hè? Want jullie zijn ook maar met de stomme social media bezig en YouTube en noem maar op. Maar dat is natuurlijk ook geen zinvolle levens. Nee, je krijgt energie als je die mensen. Het kost heel veel energie, maar je krijgt er nog wel meer energie voor terug. Daarom hebben we nu het nuttige en het aangename kunnen brengen. Jullie mogen stoppen met YouTube, stoppen met Talpa, stoppen met die onzin en ga iets nuttigs doen in het leven. Ga mensen helpen. Ja, dat vind ik een mooi advies. Oh. Zondag zit hier weer een stukje. Ja, er zit een dominee in. Hey, vreselijk. Nee, maar jullie zijn leuke jongens. Thijs, zullen we dan maar even. Er is maar één manier om afscheid te nemen eigenlijk. Hoe dan? Oh. Groepsdruk? Ja, eigenlijk. Oh zo, jij hebt ook een flinke penis, hè? Goeiedag, man. Kom, we gaan nog een liedje zingen met de koor.